De Leidse singles zijn ontzettend mooi in hun diversiteit. Het is een diversiteit van aan de ene kant een heel historisch karakter met heel veel historische lading. Veel verhalen over vroeger, over een heroïsche geschiedenis. En aan de andere kant een soort hedendaagse levendigheid. Die wordt gemaakt door de mensen van Leiden, door de cafés die er langs zitten. De mensen die flaneren door de parken. Ook de diversiteit in het soort ruimtes wat je er vindt. Dus aan de ene kant hele besloten begraafplaatsen. Mooie klassieke parkplekken. En aan de andere kant gewoon ontzettend rauwe industriële gebouwen strak tegen het water aan. Dat is wel, dat kenmerkt voor mij wel de charme van Singles van Leiden. Ja, we denken in eerste instantie niet dat er echt een hele nieuwe identiteit nodig is voor het Single Park. Want het is al ontzettend mooi. We kunnen het alleen nog een stap verder brengen. En we denken dat het op een aantal manieren kan gebeuren. Allereerst hebben we daar de mensen van Leiden voor nodig. We willen die zoveel mogelijk betrekken in het vormgeven van het Single Park van de toekomst. En daarvoor de juiste dingen organiseren, zodat zij het programma kunnen bepalen. En kunnen bepalen waar wat gebeurt. Dat is cruciaal, denken we, voor een park wat ook daadwerkelijk straks nog beter wordt gebruikt dan dat het nu het geval is. Ten tweede denken we dat dat het natuurbeeld van de singles nog wel een goede facelift kan gebruiken. Dat is vrij braaf op dit moment. En ja, elk groot stadspark in de wereld laat ook een heel duidelijk beeld zien van de natuur. En mensen associëren natuur ook met vrijheid. En Single Park bij uitstek is een plek om even vrij te zijn, los te komen van de dichte binnenstad. En wij hebben ons best gedaan om het beeld van die nieuwe natuur, om dat ook vorm te geven. Er zit hier de Hortus. De Hortus is natuurlijk specialist bij uitstek in exotische beplanting en heeft een ongelofelijke kennis van zaken. En die willen we inzetten als botanisch curator en als leverancier van beplanting uit de hele wereld om hier een soort nieuwe ecologie te gaan maken. Dus een uitbundig beplantingsbeeld langs het water die je echt het gevoel geeft dat je je in de vrije natuur rondloopt, maar met een stedelijk tintje. Kijk, het Single Park is natuurlijk een ontzettend groot en complex project waar Leiden nog de komende 50, 100 jaar zal moeten werken om dat in zijn volle glorie tot uiting te laten komen. Om die complexiteit wat te verkleinen hebben we drie projecten onderscheiden waar alle drie parallel aan kan worden gewerkt, die allemaal een eigen dynamiek hebben, een eigen planning. En één daarvan is de omvorming van het verkeerssysteem, waardoor er meer ruimte komt voor groen en voor voetgangers en fietsers. De tweede is de programmering van de bestaande parken en de toevoeging van een aantal nieuwe. Dat is iets waar we de bewoners bij nodig hebben om dat te doen. En het derde, die gaat zorgen voor de continuïteit en dat is de omvorming van de oevers van de singles. Langs de oevers gaan we het nieuwe natuurbeeld creëren en ook continu een pad laten lopen aan weerszijden van het water. Het interessante hieraan is dat je dus altijd via het water van park naar park kan gaan. En dit principe is zo simpel dat iedereen het snapt, ongeacht je leeftijd of je nationaliteit. Als je de weg even niet meer weet, dan loop je naar het water. En dan ben je weer op het pad en dan kan je je weg vervolgen. Die oevers die liggen er. Voor een groot deel worden ze op dit moment niet goed gebruikt of weinig gebruikt. En dat kan ook morgen al worden opgepakt om te transformeren tot een soort continue lineair park.